Ah, bon appetit voor mij. Oh, ik voel me niet zo lekker. Ik ben zo terug. Puh, waar waren we gebleven? Hé, blijf staan. Ugh, wat is er mis met mij? Ga nergens heen. Wow, dit is hilarisch. Het voelt alsof ik zwanger ben. Waarom vieren we het niet door mij te laten gaan? Dat zou je wel willen. Ugh, kan een vampier voor één keer in vrede eten? Hé, bestie, ik heb geweldig nieuws voor je. Ik heb ook geweldig nieuws voor jou. Woe, we worden ouders. Het is onze eerste echo. Oké, dames, wie wil er eerst? Ik laat Mary voorgaan. Bedankt. Vandaag komen we achter het geslacht van je baby. Kijk daar eens naar. Het is een meisje. Hoi, lieverd. Hoi, mama. We zien elkaar snel weer. Kom op, kom op. Nu is het mijn beurt. Huh? Vreemd. Er is zoveel storing. Weet je dat zeker? Gelukkig is dokter Ding er vandaag. Vampierzwangerschappen zijn zijn specialiteit. Het lijkt erop dat het een gezonde vleermuis wordt. Dit vraagt om een gender reveal party. Alle vampiervrienden van Mia zijn er. Mary's steungroep is er ook. Zijn jullie klaar voor de grote onthulling? Het is een meisje. Hoera! De mijne is een jongen. Ah, niet de vleermuizen. Oh. Wow, eind goed, al goed. Ik kan niet geloven wat een enorme puinhoop je hebt gemaakt, bestie. Oké. Ik ruim het wel op. Dat is lastiger dan het lijkt, hè? We moeten een schoonmaakdienst bellen. Hallo? Ja, schiet alsjeblieft op. Wow, dat was snel. Ik ben Megan, uw persoonlijke schoonmaakpop. Nou, schiet op en help ons van al deze rotzooi af. Wat? Alsjeblieft, ga zitten. Het bevalt me niet waar dit naartoe gaat. Oh. Juist, wat is er van plan? Webverwijdering voltooid. Oh, dus dat is er aan de hand. Totale vernietigingsmodus geactiveerd. Ah, help! Insecten uitgeroeid. Phew. Spoorbedekkingsmodus geactiveerd. Ah! Laat haar ons alsjeblieft niet zien. Taak volbracht. Bedankt voor de hulp. Alleen betaling met creditcard. Oh, ik ben zo terug. Hier, nogmaals bedankt. Graag gedaan. Kijk, Mia. Ze houden zwangerschapsyogalessen. Op de 50ste verdieping? Laten we het proberen. De lift is buiten werking. Oké. Ik denk dat ik je daar wel zie. Dat is zo oneerlijk. Haal nu diep adem. Hey, ik ben hier. Hallo. Kom binnen en doe mee met de meditatie. Denk aan iets lichts en kalmerends. Eerste verdieping? Tot nu toe goed. Tweede verdieping. Leuk. Ja. Oh, is dat een loopband? Laten we hem in de hoogste versnelling zetten. Vampirische supersnelheid is zeker indrukwekkend. Zo. Dorstig. Zijn jullie niet klaar? Nu heb ik zin in meditatie. Huh? Wat is hier aan de hand? Aha, de 50ste verdieping. Ik ben er eindelijk. Daar ben je, bestie. Je hebt de walvisklas gemist. Mensen kunnen echt kieskeurig zijn als ze zwanger zijn. Ugh. Ik kan niet naar die cornflakes kijken. Ik kan er niet tegen om al het bloed te ruiken. Hey, waarom ruilen we niet gewoon? Dit moet je proberen. Dit is knoflook en chocolade. Nou, als je het zo aandringt. Wow. Zwanger zijn verandert echt je smaak. Wow. What? Kijk je al eens gaan. Dit is zo niet voor mij. De kinderen zijn bijna klaar om geboren te worden. En dat betekent dat we een speelkamer voor ze moeten klaarmaken. Ja,
Kom onmiddellijk hierheen. Kijk eens naar al die spullen. De vampiermoeder heeft alleen het meest enge speelgoed uitgezocht. En de sterfelijke heeft al het schattigste nodig. En natuurlijk mogen we de zuigflessen niet vergeten. Dat gaat niet. Hey Frankie. Ik heb een kleine gunst van je nodig, oké? Oké, dat is precies wat ik nodig heb. Ja. Ah, wat eng. Ach, wees toch niet zo'n natte deken. Mijn kind gaat dit geweldig vinden. Ja, dat is gewoon niet mijn stijl. De baby moet altijd goed in de gaten worden gehouden. Hey, stop met je te verzetten. Nu. Heel erg bedankt. Oh, kom op. Dit wordt geweldig. Geloof me. Je hebt nu een oogje op mijn baby. Wat is er mis, Mia? Ik heb niks om aan te trekken. Oh, ik begrijp het. Laten we dan wat gaan winkelen. Welkom jullie twee. Wat kan ik voor jullie doen? Mijn vriendin hier moet een outfit uitzoeken. Nou, sta mij dan toe om u te helpen. Laten we u naar de paskamer brengen. Natuurlijk! Nou, hoe zie ik eruit? Als een grote, blauwe... Nu zie je er gewoon hilarisch uit. Hoe durf je me zo te bespotten? Wacht even. Laat me even. Dit was van mijn oma. Ze was heel modieus. Oh, ik hou van deze vintage stijl. Zie ik er hierin niet geweldig uit? Ik weet het niet. De kleur is niet helemaal perfect. Nou, als het gewoon een kwestie van kleur is, kunnen we dit oplossen. Oh, Mia. Nu dat is geweldig. Oh, nee. Heb je je papiertrucjes weer gebruikt? Gratis foto's? Niet erg als ik dat doe. Hey, we zijn zwanger en we hebben zwangerschapsfoto's nodig. Ik werk altijd graag met nieuwe modellen. Neemt u alstublieft plaats. Geef me nu een glimlach. Geweldig. Een beetje meer gevoel alsjeblieft. Oh, ik kan niet wachten om te kijken. Ugh, meen je dat? Deze foto's zijn afschuwelijk. Het is tijd om de magie van Photoshop te gebruiken. Wow, mooi. Wie wil er nu als volgende? Oh, ik, alsjeblieft. Natuurlijk, laten we dit doen. Helaas kunnen camera's en papiers niet goed met elkaar overweg. Huh? Waar gaat dat over? Ach, prima. Zullen we het zo doen? Ik ga niet weg zonder foto. Vampieren houden van dramatische poses. Het lijkt erop dat de fotograaf precies weet wat hij moet doen. Nu zijn beide klanten tevreden. Mary krijgt een foto, maar Mia krijgt een schilderij. De shoot van vandaag was een succes. De naam van je baby kiezen is een lastige taak. Mary valt terug op de beproefde methode. Ik laat het lot voor mij kiezen. Ja. Mia, ik kom eraan. Laten we het lot bepalen. Ugh, echt. Dat spul is zo uit de mode. Een Ouija-bord gaat ons onze antwoorden geven. Oh, mysterieus geestenbord. Ik smeek u mij de naam van mijn kind te onthullen. Het wordt George. Gaaf, hè? Ja. Mijn beurt nu. Mijn dochter wordt... Nikki. Gefeliciteerd, bestie. Pers, mevrouw Mary. Pers. Nog een klein beetje. Hier komt je meisje. Oh, mijn lieve dochter. Dr. Dan, vergeet je niet iemand? Hallo daar, kleine vriend. Kijk eens naar die schattige hoektandjes. Au, ze zijn niet alleen schattig, ze zijn ook scherp. Welkom op Vampire High. Maar wacht, waar zijn de studenten? Hier komt de eerste bloedzuiger. Welkom op school. Au. Kijk uit waar je vliegt, loser. Oh, helemaal geen manieren. Voorzichtig. Ik weet zeker dat je weet wie ik ben. Hier ga je voor boeten. Let op mijn woorden. Laat mijn been los. Daar ben ik. Hoi, ik ben Mia. Oh, nou, ga daar maar mee door.
Weet je wel wie je te maken hebt, kleine bedelaar? Hier, vangen. Oké, volg mij en probeer me bij te houden. Hier zijn jullie cryptemeiden. Koud, donker en vol met spinnen. Ga zitten en probeer niet te laat komen voor de les. Oh, het is echt koud. Het is best gezellig. Ik denk dat ik het hier wel leuk vind. Oh, dit karton is zo oncomfortabel. Ik hoef geen buren. Wegwezen. Maar ik vraag me af hoe het met Molly gaat. Laten we eens kijken hoe het met haar gaat. Laat me niet in de steek, kleine vriend. Ik geloof in je, laten we het doen. Nou, dit gaat een leuk jaar worden. Waar kom jij vandaan? Ga in mijn bad. Kom niet terug. Oh, er is geen reden om zo gewelddadig te worden. Auw, doet pijn. Tijd voor de eerste praktijkles van vampierstudenten. Wauw, schattig. Oh, wie zijn jullie? Oh nee, het is een weerwolf. Laten we niks overhaast doen. Oh ja, het is een vampier versus weerwolf. Kom hier, puppy. Oh, dat zou je wel willen. Zo makkelijk hou je niet voor de gek. Wie wil mijn hoektanden proeven? Nee, eet me niet op. Pak aan, schurk. Ik ben rijk genoeg om mezelf te verdedigen. Pak aan. Einde van de lijn, bloedzuiger. Hier, geniet van wat knoflook. Oh, help me. Doe iets, Mia. We zijn er geweest, Mia. Kus ons ondood. Vaarwel. Oh, ik ben zo bang. Oh, dat kietelt. Wat een ongewone aanpak. Niet toepasselijk, maar zeker effectief. Nou, ik zou zeggen dat jullie allemaal een 10 verdienen. Man, ik heb honger. Ik kan een paard opeten. Afblijven, contant betalen. Hé, dat is niet heerlijk. Welkom op school. Oh, wat dan ook. Ik vind wel wat te eten. Wat hebben we hier? Laten we afkoelen. Heerlijk. Oh, zo smerig. Goed, laten we het menu bekijken. Oh, dit is allemaal zo gewoon. Kom hier jij, ik ben uitgehongerd. Doe maar wat u wil, Miss Molly. Ik wil iets speciaals. Komt eraan. We hebben alle soorten gerechten tot uw dienst. Oh ja, dat is nog eens een goede service. Ik denk dat ik zin heb in Japans eten. Dat was een goed plan, Molly. Heel erg bedankt, bestie. Goed nieuws, iedereen. Vandaag hebben we een terrorexamen. Eerst een demonstratie. Maak je geen zorgen, oké? Vampieren moeten weten hoe ze angst en afschuw moeten inboezemen. Wat is er gebeurd? Hier is je stok, oma. Tot ziens. Oké, jonge dames, jullie beurt. Zeg hallo tegen de slachtoffers. Oh, dit is best cool, is het niet? Ik moet een 10 halen. Hier komt het eerste slachtoffer. Mia heeft een angstaanjagende verrassing. Oh, wie is daar? Ben je al bang? Oh, dit is te eng. Wacht even. Maak je geen zorgen, bestie. We zullen je puistjes meteen behandelen. Dat lijkt er meer op. Nu ga je niet links en rechts mensen bang maken. Blijf maar door. Ondertussen vermoedt het slachtoffer niks. Mooi daar, maatje. Ik kwam voor jou. Dat zou je wel willen, meisje. Ik ben veel te goed voor jou. Poets jij wel eens je tanden? Kijk naar deze tortels. Weten ze niet dat ze gedoemd zijn? Hallo daar, tortels. Oh, ik hou gewoon van de smaak van angst. Lijkt erop dat iemand niet slaagt voor de test. Miss Mary zal dat niet leuk vinden, dat is zeker. Oh, kijk hier eens naar Mia. Is daar iemand? Wilt u alstublieft een oud vrouwtje helpen? Ik denk dat ze haar bril kwijt is, Molly. Daar zijn ze. Je moet altijd oude mensen in nood helpen. Alsjeblieft, oma. Dank je, lieverd. Je bent zo'n... Hou op. Ja, je hebt een staak nodig. Er zijn vampieren hier. Wow, we hebben toch iemand bang kunnen maken. Oké, meiden. Vandaag gaan we honkbal spelen. Laat me die typische vampier-atletiek zien. Mavie, jij slaat. Mia, jij vangt. En begin. Ah. Oh ja, wat een slag. Zag je dat, Mia? Ik ren. Vlieg gewoon niet ver weg. Wacht op mij. Bijna gelukt. Daar ben je. Nou, ben ik goed of niet? Dan ben ik zeker. Goed gedaan, Mia. Kijk eens naar die hoektanden. We zijn voor elkaar gemaakt. Molly, we zijn aan het studeren. Kom op. Ik kan dit vandaag niet doen, juf Molly. Laatste collectie.
Oh, als ik je dit laat zien. Wat wil je dat ik net kijk? Nee. Het is de vampier van mijn dromen. Oh, wacht maar. Ik krijg hem wel. Ik zou het je graag zien proberen, Molly. Hé, dus dit is mijn vriendje. Blijf uit de buurt. Je bent zo eng. Ik ben hier weg. Molly, weet je, ik... Je kan het me later vertellen. Waar ben ik? Hoi, maatje. Ik zit hier ook vast. Molly, wow. Dat is een goede team. Nou, laten we eens kijken. Aha. Wat hebben we hier? Niet slecht. Bloedrijke drankjes van elke soort. Ik heb geen zin in extra calorieën. Goed voor de aderen en lekker. Hoi, Mia. Oh, ik wil wel wat proberen. Een vampier met een laag inkomen zoals ik kan zich dat niet veroorloven. Maar wat dan ook, het is niet allemaal slecht. Ik wil graag een soda met bloed en kerst, alstublieft. Oh ja? Geef me het drankje. Wacht maar, ik zal het je laten zien. Dit ding is taai. Ik laat geen kracht achter. Er is niks wat mijn tanden niet aan kunnen. Mia, je bent onverbeterlijk. Loop jij. Oeh, ik ben eruit. Ik zocht je overal. Wat? Waar is mijn bloed? Heeft iemand je geleerd om te delen? Oh, dit is oneerlijk. Goed nieuws, dames. Vandaag behandelen we iets nieuws. Wie wilt er iets over zeggen? Niet verlegen zijn. Ik zie geen handen. Hier is mijn hand. Ik ben erg teleurgesteld. Oh goed, jij wint, Mia. Oké, ik heb dit. Waar beginnen we? Ik ben de hele nacht in de bibliotheek geweest. De bloederige heerschappij van Dracula begon in... Maar soms is het leren van dingen zo vermoeiend. En dus 500 jaar later... Hé, wat is er met jou? Oh, je hebt een 10+. Je hebt het zo goed gedaan, Mia. Oh, ze is zo'n nerd. Mijn prestatie is veel spannender. Oh, wat heb je daar, Mary? Wow. Dat is hem, juf Mary. Beef, sidderen, aanschouw. Mijn oom, Vlad Dracula. Oh. Hallo daar, jongelui. Mijn hoektanden zijn niet meer wat ze zijn geweest. Waarom heb je me wakker gemaakt, Molly? Ik had zo'n droom. Niet stout, zei jij. Ik denk dat hij gewoon hier niet voor in de stemming was. Oeps, zag je dat, Mia? Deze school moet schoon worden. Oh, op zoek naar de conciërge? Goed, ik zal je onze school laten zien. Oh, wie is daar? Oh, hoe krijg je de tomatensoep over de gang? Oh, ik vraag me af wat een mens hier doet. Wacht even, de gang is gesloten voor schoonmaak. Ben je blind? Oh, zo moeten jullie niet tegen me praten. Wat is dat? Waar ben je? Wat raar. Hé, hou op. Ik heb onze vloeren schoongemaakt. Zoek een andere gang om rond te hangen. Deze kinderen zijn zo onbeleefd. Nu ben ik nog gewond ook. Hoi, heb je hulp nodig? Ah, wacht, doe dit niet. Ik kan niet geloven dat je dit weer hebt gedaan. Het is de 10e conciërge deze week. Nou, dames, begin maar met schoonmaken. Maar raak de spinnenwebben niet aan. Ik vind het mooi geworden dit jaar. Gegroet, dames. Het was een zeer productief jaar. Vandaag ben ik trots om jullie de diploma's te overhandigen. Mia, je bent de slimste vampier die deze school ooit heeft gekend. Dus je hebt de beloningen verdiend. Nu is het jouw beurt, Molly. Ja, ik kom. Wauw. Oh, Molly, ik wist dat je het kon. Ik ben ook echt trots op jou, Maeve. Ik ga jullie mede zo missen. Laten we een herinneringsfoto maken. Zijn jullie er klaar voor? Geef ons een glimlach. Hey Mia, je ziet er goed uit vandaag. Bedankt Adam, ik heb er echt hard voor gewerkt. Maar, ik denk dat je vergeten bent je tanden te poetsen. Ik heb er geen woorden voor. Oké Mia, geen bloemen voor jou vandaag. In plaats daarvan heb je hier een monddouche. Ik zal je nooit verlaten, mijn lieveling. Wie ben jij? Iemand die je hier uitschopt. Deze tanden moeten parelwit zijn. Ga weg, ik kom niet meer terug. Heel erg bedankt, Adam. Je hebt echt mijn tanden gered. Waarom bedank je me niet met een klein kusje? Misschien later, goed? Kom op, meisje. Waar ben je zo bang voor? Sorry, ik moet echt gaan. Mia, kom terug. Ik ben helemaal voorbereid op mijn date. Man, ik kan niet geloven hoe heet ik ben. Maar, oh man, ik denk dat ik ook voor dat moet zorgen. Help me met waksen, maatje. Alsjeblieft. Ik zal alles voor je doen, mijn dame. Er is geen haar die me kan stoppen. Geen offer is te groot voor schoonheid. Dankjewel. Je hebt me echt geholpen. Ah,
Helemaal perfect. Gewoon in bad gaan is best saai. Een bathbom maakt het zeker spannender. Aan het werk, meid. Oh, die temperatuur is precies goed. Heerlijk. Ik heb hier meer schuim nodig. Veel meer. Dus niet verslappen. Zoals u wenst, meesteres. Ik zal alles geven wat ik heb. Ah, er is niets beter om de dag mee af te sluiten dan een lekker ontspannend bad. Oh ja, ik hou van het liedje. Hoi Lissy. Hey, mag ik ook luisteren? Als je een oordopje kan missen natuurlijk. Natuurlijk, bestie. Hier. Ew. Lissy, dit is verschrikkelijk. Maar ik weet precies wat jou kan helpen. Moeten we dat doen? Wees niet zo'n bange kat, Lissy. Dit gadget maakt je oren helemaal schoon. Hey, iemand thuis? Doe open. Het is de oorschoonmaakservice. Oh ja? Prima. Je hebt erom gevraagd. Het lijkt erop dat dit de plek is. Waar moet ik beginnen? Oh nee, dit is een ramp. Dit vraagt om een totale voorjaarsschoonmaak. Ik maak het in een mum van tijd er sprankelend schoon. Alsjeblieft, Lissy. Zie je? Nee. Het is helemaal geen pijn. Oh, hoe durven jullie dit te doen? Hey. Ik ben een professional. Oké, dit is perfect. Laten we nu opschieten en strijken. Laat me nu niet in de steek, maatje. Ik ben al laat. Ugh, wat is er met jou? Geen zin? Kijk eens naar die rimpels. Je moet je schamen. Oh, bijna vergeten. Je moet weer erg dorstig zijn. Nou, alsjeblieft. Oké, het lijkt erop dat we nu klaar zijn. Laten we nu de stoompersfunctie activeren. Mijn jurk moet er absoluut onberispelijk uitzien. Nou, hoe zie ik eruit? Niet antwoorden. High five. Oh, dat doet pijn. Lissy, dit moet je zien. Deze nieuwe video is gewoon geweldig. Hey, bestie. Ben je in orde daar? Wat bedoel je daarmee? Oh. Oké, Lissy, je neus moet behandeld worden. Trimmen zal je helemaal geen pijn doen, dat beloof ik. Dit kleine apparaatje gaat alles herstellen. Hallo daar, zoek je iemand? Nou, dit is mijn territorium, dus hou je messen ver weg van het haar. Oké, maatje. Mia, hulp! Oh nee, dat was mijn favoriete trimmer. Oh, het is echt gelukt. Mijn neus is eindelijk mooi schoon. Oh, het zal je spijten als je me rotzooit. Ik kom hoe dan ook van je af. En ik heb het perfecte gereedschap daarvoor. Je bent hier niet meer welkom, puisjes. Dus je kunt maar beter stilletjes komen. Ik beweeg geen centimeter, vriend. Wat denk je dat je aan het doen bent? Zoek een ander gezicht om bij te blijven. Ergens hier ver vandaan. Niet zo snel, cowboy. Rustig aan. Maar, oké, ik heb nog een truc in petto. Ik weet zeker dat jij hier niet zou falen. Aan de kant, vriend. Laat een echte pro dit afhandelen. Je bent omsingeld. Waar heb ik dit al verdiend? Oh, de vreedheid. Er is geen puis die langs mij kan komen. Wow, wat een geweldig resultaat. Klaar om te verliezen, Mia? Dat zou ik jou moeten vragen, Alice. Oh, mijn nagel. Maak je geen zorgen, Alice. Ik weet precies wat ik moet doen. We gaan het rechtzetten. Help me, iemand, alsjeblieft. Je ziet er niet al te best uit hier. Maar maak je geen zorgen. Ik ben hier om te helpen. Nu hoef je alleen nog maar wat te veilen. Ben je er klaar voor, meisje? Ik denk het niet. Ik heb het allemaal onder controle. Oh, Mia, je hebt het geweldig gedaan. Waarom lakken we je nagels niet als we toch bezig zijn? Kies gewoon een kleur. Roze, alsjeblieft. Dat is mijn favoriete. Nou, laten we doorgaan. Wow, wat je doet is echt geweldig. Ik zei toch dat er geen reden was om je zorgen te maken. Nu gaan we je even afdrogen onder de lamp. Oh nee, ik ben weer bang. Hoeft niet, ik ben hier, schatje. Het is volkomen veilig. Bedankt dat je dit voor me doet, bestie. Bedankt me niet, Alice. Bedankt deze handige gadgets. Ontbijt, junkfood en frisdrank. Mijn favorieten. Het is echt slecht voor je. Ik weet het. Maar wat is het lekker. Whoopsie. Hey, je moet wakker worden, maatje. Ik heb er een beetje een puinhoop van gemaakt. Maar je kunt het voor me opruimen, toch? Had iemand het over opruimen? Oh, het zijn maïssnoesjes. Die zijn mijn favorieten. Ik wist dat je dit kon. Bedankt voor je hulp. Oh, mijn fout. Wow, mijn geluk kan niet op. Ik kom eraan, mijn lieveling. Nah, dat mag je niet hebben. Dit is zo oneerlijk. Ik laat je dit niet doen. Deze zijn slecht voor je. Ik heb honger. Geef hier. Echt niet. Geef me je snacks nu meteen. Waar denk je dat je mee bezig bent? Geef terug. Dit is een bevel. Oh, ben je aan het stikken? Eigen schuld. Doe de volgende keer niet zo. Hi, ik wil een tattoo. Het moet iets heel, heel moois zijn. Oh, zoals dit ding. Natuurlijk, juffrouw. Tijd om aan het werk te gaan. Vriend,
Een nieuwe klant? Oh ja, laten we gaan. Er is niets zo bevredigend als beeldende kunst. Ontspan gewoon en kijk hoe een pro aan het werk is. Alsjeblieft, ziet er goed uit, hè? Niet echt. Het is een beetje te gewoontjes. Wat? Maar we hebben zo hard gewerkt. Hoe durf je onze kunst te beledigen? Eens kijken wat je daarvan vindt. Oh ja, ik vind het geweldig. Zo mooi. Zo spannend. Uh-oh, gaat het, juffrouw? Hé, waar ben je? Man, ik moet echt van baan veranderen. Mijn haar verdient een eerste klas kapsel. Aha, dat is precies wat ik nodig heb. Het zou gewoon moeten werken. Wat? Heeft iemand mijn diensten nodig? Ben je haar haar aan het stylen? Wow. Nou, sta mij toe om te helpen. Ik hou wel van een gedraaid schema of twee. Tot nu toe gaat het goed. Maar waarom hier stoppen? Ik heb ook een klusje voor jou. Huh, wie is daar? Oh, ik zie het al. Je wilt je haar versieren, hè? Kan ik doen, vriend? Strassteentjes zijn de beste vriendjes van de meiden. Nou, ben ik heet of ben ik heet? Ik ben eindelijk weer thuis. Man, ik ben zo moe. Wie wist dat studeren zo moeilijk kon zijn? Waar heb ik mijn massageapparaat gelaten? Ik kan echt wat hulp gebruiken. Wat is er, meneer? Mijn schouders doen pijn. Ik heb een massage nodig. Aan het werk dus. Dat lijkt er meer op. Je bent de beste kindje ter wereld. Oh, wat dacht je van een voetmassage? Je kunt het. Ik geloof in jou. Ik heb een adempauze nodig. Hey, wat is er mis met jou? Wakker worden. Je bent nog niet klaar. Ja, ik kom eraan. Ik zal het niet weer teleurstellen, meneer. Hartelijk dank. Vandaag draag ik, denk ik, dit. Perfect. Het mooiste is dat het mijn piercings laat zien. Oh ja, ik hou van hoe we eruit zien. Oh, kom hier jij. Ik ga je helemaal in de war brengen. Dit is mijn favoriete ding om te doen. Hey, kom op. Ugh, ga van me af jij. Nah, ik geef niet op. Aha, dat lijkt er meer op. Stijlvol en functioneel. Hey, en ik dan? Ugh, je bent zo'n chagrijn. We zijn geen vrienden meer. Ugh, wat een verschrikkelijke ochtend. Oef, dat ziet er niet goed uit. Ik heb een hoop crème nodig om dit te herstellen. Waar heb ik mijn make-up spons gelaten? Oh, die ziet er zelf ook niet al te best uit. Hoe ben je eigenlijk zo vies geworden? Tijd om je een warm bad te geven. Niet te geloven hoe vies je bent. Gelukkig is er hier genoeg schuim om dit op te lossen. Je ziet er al beter uit. Laten we ons nu haasten en aan mijn make-up werken. Laat me niet in de steek, maatje. Ik moet er absoluut tiptop uitzien vandaag. Oké, waar is mijn favoriete lipstift? Aha, gevonden. Zocht je mij? Nou, hier ben ik. Maak je nergens zorgen over, bestie. Je lippen worden perfect. Mooi, ik vind het geweldig. Lizzie's favoriete ding om te doen is bijvoorbeeld puistjes uitknijpen. Het is ontspannend en makkelijk. Maar het lijkt erop dat haar klasgenoten er niet echt in geïnteresseerd zijn. Eeuw, wat ben je aan het doen? Tyler, jij bent het. Hi. Hoe gaat het met je? Hey, waarom gaan we naar de les niet naar een café? Oeps. Tuurlijk, Lizzie. Maar eerst geef me een glimlach, oké? Tyler, hoe kan je dit doen? Hey, hebben jullie het gezien? Lizzie is weer bezig. Wie zou ooit met je willen daten? Echt niemand. Wat is er hier aan de hand? Gaat het, Lizzie? Kom op, laat me je helpen. Bedankt, Carrie. Je hoeft me niet te bedanken, bestie. En jij, ik zal je hiervoor laten boeten. Oké, Lizzie, ga zitten. Je kunt zo niet doorgaan. We beginnen met je puistjes. Ze zijn absoluut walgelijk. Waar ben je? Ik zweer dat ze hier ergens was. Wauw, ik wist niet dat je dit kon, Carrie. Daar gaan we, bestie. Dat is precies wat we nodig hadden. Ben je klaar? Deze puistjes maken geen schijn van kans. Heb eens, vriend. Geen gedoe meer. We nemen onze schoonheid vanaf nu serieus. Deze puistjes geven niet zo gemakkelijk op. Deze puistjesverwijderaar lukt het gewoon niet. Ik kan mijn ogen niet geloven. Goed dan. Laten we eens kijken hoe leuk je dit vindt. Er is geen puistje dat een porivacuüm niet aan kan. Het heeft ons tot nu toe nog geen enkele keer in de steek gelaten. Deze puistjes hebben nu geen schijn van kans. Ze hebben geen andere keus dan zich over te geven. Ik zei toch dat we dit aankonden, Lizzie? Je huid is nu zijdezacht. Dat was geweldig, Carrie. Bedankt voor de hulp. Wat nu? We stoppen hier niet, toch? Je kunt perfectie niet overhaasten. Wat heb je daar? Oké, Lizzie, je hebt dat niet nodig.
Eeuw, en wat is er met deze geur? Ugh, je tanden. Ik kan mijn ogen niet geloven. Het is tijd om aan je mondhygiëne te werken, bestie. Laat me hier gewoon helpen. Deze handige gadget en een royale portie tandpasta is precies wat we nodig hebben voor deze gelegenheid. Ziektekiemen kunnen maar beter uitkijken. Met deze gadget heeft tandbederf geen kans. Oké, jongens en meisjes. Jullie hebben je lol gehad. Je feest is voorbij. Vanaf nu wordt deze plek brandschoon. Nee! Hoe kun je dit doen? We waren voor elkaar bestemd. We waren eindelijk een familie. Oké, ik denk dat dat genoeg is. Wow, kijk eens naar mijn tanden, Carrie. Ze zijn zo schoon. Wat kijk je daar, Carrie? Ik wil ook luisteren, weet je? Weet je niet dat je moet delen met je vrienden? Oh, juist. Hier, ik geef je een oordopje. Hou het gewoon schoon, oké? De taak van een oordopje is niet eenvoudig. Eeuw, daar was ik niet op voorbereid. Echt niet? Ik doe dit niet. Mijn oordopje viel uit. Laten we je weer naar binnen halen, vriend. Hilarisch, hè? Oké, geef me mijn oordopje terug, bestie. Wat heb je ermee gedaan, Lissy? Dit is walgelijk. Ik krijg je nog wel, Lissy. Oké, schat. Ik zal je redden. Blijf gewoon sterk voor mij. We maken je meteen schoon. Hoor ik iemand om hulp roepen? Ik ben het. Ik ben er klaar voor. Hou vol, maat. Hulp is onderweg. Deze gadget weet het een en ander over schoonmaken. 1, 2 en je bent helemaal opgeknapt. Tot nu toe gaat het goed, maar we zijn nog niet klaar. Wacht nog even. Ik laat je nooit meer gaan. Lissy, kijk eens naar jezelf. Het zal wel. Laten we daar nu voor zorgen. Aha, dit is precies wat ik nodig heb. Nou, wees niet bang, Lissy. Blijf heel stil. Tijd voor de gadget om aan het werk te gaan. Een paar vieze oren opruimen. Heel makkelijk. En we zijn hier klaar, Lissy. Oh. Nu is het tijd om aan Lissy's make-up te werken. Dit ding ziet eruit alsof het perfect zal zijn voor onze wenkbrauwen. Ja, werkt perfect. Oh, Tyler, we gaan binnenkort samen zijn. Ik voel het. Lissy, heb je jezelf wel eens in een spiegel gezien? Ja, wat is er mis? Groen raakt nooit uit de mode. Dit is geen tijd voor grappen, bestie. We moeten dit meteen kwijtraken. Oh, nou, ik denk dat geel beter zal zijn, ja. Nee, niet echt. We hebben onmiddellijk cosmetische hulp nodig. Perfect! Deze snelle levering laat me nooit in de steek. Phew, je was bijna te laat. Bedankt. Wat is dat ding, Carrie? Dit is een gadget waarmee we je wenkbrauwen kunnen bijwerken. Laten we dit doen. Het verwijderen van al het ongewenste haar kan niet eenvoudiger. Deze threads zullen er snel werk van maken. Wat een perfecte baan. Laten we ook aan de snor van Lissy werken. Hou je me voor de gek? Dat is boven mijn salaris. Oh, prima. Als je wil dat ik het doe. Ik moet zeggen, ik heb het geweldig gedaan. Verveeld zijn? Waarom zet je geen enge film aan? Binnen de kortste keren wordt het angstaanjagend leuk. Dit is verschrikkelijk, Carrie. Ze gaat ze allemaal opeten. Een zombie. Eeuw, Lissy. Heb je ooit gehoord van manicures? Nooit van dat soort dingen gehoord. Hé, mag ik dit lenen? Ik zal het teruggeven, dat beloof ik. Hey! En ik ben terug, Lissy. Laten we aan het werk gaan. Geef me je handen. Geweldig. Alles wat we hiervoor nodig hebben is water, maar veel. Er is geen hygiënisch probleem dat onze geleende irrigator niet kan oplossen. Hij weet precies hoe hij elk zwerfvuil moet behandelen dat hij tegenkomt. Maar gevaar is overal. Slechts één verkeerde beweging kan je in grote problemen brengen. Ah, wat was dat? Carrie, het werkte echt. Mijn nagels zijn eindelijk perfect schoon. Maar ik zou ook heel graag wat kleur aan mijn manicure willen toevoegen. Nagellak is de beste tool voor deze gelegenheid. Het enige wat we hoeven te doen is onze fantasie de vrije loop te laten. Oh, Carrie, het is zo schattig. Vergeet niet wat glitter toe te voegen. Goed idee, bestie. Er is geen makeover die niet wordt verbeterd door glitter. Het is glanzend en elegant. Maar uh-oh, het is tijd voor ons om te gaan. Deze ultraviolette sirenes zijn slecht nieuws. Wow. Oh, Carrie, het is perfect. De laatste stap van onze makeover is het aanbrengen van make-up. Maar de make-up spons is echt vies. Dus allereerst moeten we het grondig schoonmaken. Daar zorgt onze handige gadget voor.
Waarom zou je dit willen? Dit is misbruik. Carrie hoort hier echter niets van. Make-up vereist netheid. Laten we nu beginnen met slechts een druppel crème. Kom op, leg het op mij. Meer, een beetje meer. Oké, Lizzie, laten we al deze kleine imperfecties verbergen. Deze spons is een meestervisagist. Cosmetica is zijn passie. Hij geeft alles. Yeah. Ik kan niet geloven hoe schattig ik ben, Carrie. Nou, waarom verbeteren we je look niet met wat sieraden? Deze oorbellen zullen ons zeker extra stijlpunten opleveren. Geen prijs is te hoog omwille van de schoonheid. Wow. Ik vind het geweldig, Carrie. Makeovers zijn eigenlijk vrij eenvoudig, hè? Oké, het is tijd voor een kleine pauze. Schoonheid kost veel werk, hè? Door al die inspanning kan je hoofdhuid echt jeuken. Kijk eens naar al deze roos. Ga opzij, Lizzie. Wat? Heb jij al die rotzooi gemaakt? Oh, oeps. Ja, mijn fout, bestie. Ik bedoel dat niet zo. Geen zorgen, daar zorg ik voor. Een kruimeldief is een ontzettend handige gadget. Het houdt gewoon van vuil en stof. Er is niets dat het niet eet. Het lijkt erop dat het diner wordt geserveerd. Eet smakelijk. Oh, het lijkt erop dat zelfs een vacuüm verstopt kan raken. Ik heb het allemaal onder controle, Lizzie. Kom op, jij. Oh, Carrie, mijn haar ziet er geweldig uit. We zijn nog niet klaar, bestie. We hebben een krultang nodig voor dit volgende onderdeel. Een krultang is als je eigen persoonlijke haarstylist. Het is snel, gemakkelijk en betrouwbaar. Oké, dat is beter, Lizzie. Nu tijd om je om te kleden. Maar ik kom al te laat op school. Echt niet, schat. Ik ben nog niet klaar met je. Je huidige uiterlijk is volkomen onaanvaardbaar. Uit welk krankzinnig tijdschrift heb je het gekopieerd? Hier, probeer dit eens. Oh nee, deze outfit voldoet helemaal niet. Dit is een moderamp. Maar zo makkelijk geven we niet op. Oh, maar wat als... Dat is juist. Een lekkere lichte massage zal de houding van Lizzie zeker verbeteren. Je hoeft alleen nog maar het juiste apparaat voor deze klus te kiezen. Wie zou er niet graag een persoonlijke masseur willen hebben? Deze handige gadget is als een beautybakker. Het gaat haar rug kneden, rollen en vormen tot een staat van perfectie. En we zijn hier klaar, Lizzie. Je houding is absoluut perfect. Hallo daar, iedereen. Wow. Wie mag er als eerste bij deze hottie? Ga aan de kant, iedereen. Dingen zijn op het punt romantisch te worden. Hey, Lizzie, je ziet er geweldig uit vandaag. Wees voorzichtig, Tyler. Slechts één slechte invalshoek kan je reputatie gemakkelijk vernietigen. Laten we eens kijken hoe hij zou lijden aan een gebroken hart. Je hebt het gedaan, Lizzie. High five!